Kinderen die hun leven zijn gestart met een opname op de NICU in het Erasmus MC Sophia nodigen wij tot aan het 8e levensjaar uit voor het follow-up spreekuur. We hebben met de andere ziekenhuizen in de regio afgesproken dat wij de kinderen op vaste momenten onderzoeken. Deze momenten zijn met aandacht vastgesteld om een eventuele ontwikkelingsachterstand goed te kunnen signaleren. De kinderen worden gezien door de verschillende zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van deze groep kinderen. Ik denk dat als ouders hier een hele tijd in het ziekenhuis hebben doorgebracht, dat je sowieso een intense band hebt met ouders. Dus je merkt ook als je vraagt van hoe was het om hier weer binnen te stappen, hoe is het om deze drempel weer over te gaan, dat het een hele belangrijke mix is van gevoelens die ouders doormaken. Aan de ene kant hebben ze hier heel veel heftigheid doorgemaakt. Aan de andere kant hebben ze hier de tijd over het algemeen ook ervaren als een soort leefomgeving, waarbij er toch heel veel mensen ook waren die voor hun proberen te zorgen als gezin. En ik denk dat ouders beter dan wie dan ook weten hoe hun kind in elkaar steekt en waar de zorg stokt of wat extra hulp nodig heeft. Dus ja, daarin hebben we elkaar gewoon heel erg nodig. Het contact vind ik heel fijn. Artsen zijn heel erg lief, vriendelijk. Begrijpen het ook wel, wat je allemaal hebt meegemaakt. Onderzoek vind ik ook heel fijn. Je weet toch niet zo goed wat er misschien nog uit kan komen. Wij hebben het geluk gehad dat Jinte eigenlijk ongeschonden uit de rollercoaster is gekomen. Dus eigenlijk vrijwel niks eraan over heeft gehouden. Maar toch blijf je als ouder zijnde onzeker van misschien komt er nog iets. Ja, als kinderarts neonatoloog is het heel leuk dat we de kinderen gedurende de periode terugzien. En als je alle ontwikkelingsmomenten meemaakt en ziet hoe ze in het begin soms nog tegen problemen aanliepen en met de juiste begeleiding dat dan eigenlijk kan minimaliseren, dan is dat wel een heel waardevol iets wat je op deze poli kan brengen. Ja, Teun is echt een cadeautje. Dat is de draak van het gezin. En het is een heel levenslustig, vrolijk mannetje. We zijn inmiddels nu een aantal keren in het ziekenhuis voor een follow-up onderzoek geweest. En dat is eigenlijk altijd prima geweest. De eerste keer ben je best wel een beetje gespannen, ook als ouders. Dat je denkt, ja, de eerste maanden zagen we bij Teun best wel wat afwijkingen. Had hij een beetje van die spierspanningen, dat we dat niet goed konden verklaren. En dat je best wel toch ook een soort angst hebt van, goh, waar gaan we naartoe met hem? Maar bij 1 jaar waren de doktoren zo enthousiast en was eigenlijk alles wat of ze testen was prima voor een kind van 1. Ja, dat geeft je als ouders dan wel een goed gevoel. De meeste ouders vinden het denk ik fijn om naar de onderzoeken te komen, omdat we hier in huis veel expertise hebben op wat hoe de ontwikkeling van prematuren verloopt. En daardoor kunnen wij juist heel goed kijken wat past daar wel bij en wat past bij de normale ontwikkeling. Wat gaat er al heel goed? Maar daardoor ook kijken wat gaat er wat minder goed. De bevindingen overleggen we altijd met elkaar, zodat we een compleet beeld hebben van de specifieke, individuele situatie van het kind. Doordat wij in een jaar heel veel van deze kinderen onderzoeken en bespreken, hebben we veel expertise opgebouwd. Als we een probleem of achterstand constateren in de ontwikkeling, dan kunnen we in overleg met de ouders doorverwijzen naar de juiste zorg- of hulpverleners. Omdat we zoveel kinderen in die leeftijd zien, dan vanuit je ervaring heb je gewoon een soort blauwdruk van, nou oké, dat is de marge waarbij je wilt zien dat het kind zich ontwikkelt. Je moet het ook afwegen van wat je ziet, of het belangrijk genoeg is. Je vertelt het natuurlijk wel, maar je vertelt het in de context van het kind. En ook wat je verwacht in de toekomst. Van 0 tot 2 gaan we in de eerste fase kijken we voornamelijk naar ontwikkeling, contactname, maar zeker ook naar de zelfregulatie. Dus hoe comfortabel een kind is. Hoe je het kind kan helpen om zo goed mogelijk de prikkels te dempen, als het ware. En bij de grotere kinderen dan kijken we ook naar de ontwikkeling. Hoe is de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten? En hoe is de ontwikkeling ten opzichte van andere prematuurgeboren kinderen? We nemen de tijd voor een onderzoek. Kinderen vinden het vaak leuk. Vanaf 2 jaar
voeren we een onderzoek uit. En het zijn allemaal kleine spelletjes die kort duren. Dus vaak is ook de aandachtsspanne goed. Mijn meeste collega-kinderneurologen zien niet zoveel kinderen op die heel jonge leeftijd. He, als kinderneuroloog zie je meestal pas de kinderen als er problemen zijn. Maar ik kan juist vanuit de meer preventieve kant meekijken. Ja, de artsen die de follow-up ook doen, die hebben ook voor Jente gezorgd. Dus die kennen Jente ook al gewoon heel haar leventje. En ja, het is zo'n heftige periode geweest dat je al zo'n intense band hebt opgebouwd met elkaar. Dus ze blijven een speciaal plekje in mijn hart houden. Ja, ja.